allemaal op ons, jongens. Geweldig. Super. Voordat we gaan beginnen met de buitenspeeldag, is het belangrijk dat iedereen zijn deelnemerkaart even ophaalt. Dat kan hier zo. Degene die het heeft opgegeven, die moeten dat hier even ophalen. Ja, Sammy, jij kan mee. Op de deelnemerkaart staan een aantal activiteiten. Het is niet alleen hier in de Boekhorsthof, maar ook in de Overbeek. Daar is bijvoorbeeld de autobandenrace. Daar is aardappelrace. Dat is dus met een aardappel op een lepel heen en weer rennen. Liefst wel. En daarna staat dus het vlaggetjesrace. Iemand bekend met de vlaggetjesrace? Ja, mooi, gelukkig. Degene die het niet weet, die kan het even vragen aan degene die erbij staat. Als je alles hebt gedaan, dan kan je je certificaat hier weer inleveren. Of je deelnamekaart weer inleveren. En dan krijg je dus nog wat te drinken en een lekker ijsje. En een certificaat mee. Waar is Poesje? Er zijn ook activiteiten waarbij je niet hoeft te hebben ingeschreven. Dat is bijvoorbeeld het lollaballen. Dat ligt in de Boekhorsthof op straat. Dat is bijvoorbeeld ook het straattekenen hier tussen de flats in. En het springkussen. Als er iemand op het springkussen gaat, graag de schoenen uit. En als er te grote kinderen op gaan, dan kan er wat minder kinderen erop. Want grote kinderen wegen zwaarder als de kleintjes. Hebben jullie er zin in? Ja! Dan zou ik zeggen, de buitenspeeldag is geopend. Ga je gang! Ik kan goed helpen! Jongens, ik vergeet iets heel belangrijks. Iets heel belangrijks. Aan de Overbeekkant, daar hebben we gewoon een stuk straat over. Dat is voor de brandweerauto. Vanmiddag komt de brandweerauto en dan kunnen jullie een ritje met de brandweerauto gaan maken. Maar dat is pas vanaf 3:45. Dus eerst lekker gaan spelen en dan met de brandweer mee. Veel plezier allemaal!